Dit is de Retinol Treatment Sensitive. Er is nu eindelijk een retinol serum voor de gevoelige huid. Het mooie van dit product is dat het een 0,25% retinol bevat. Maar het nog bijzonder aan dit product is zijn aflevertechniek. Dit zorgt ervoor dat het gedurende 8 uur in de huid steeds een klein beetje retinol afgeeft. En dit zorgt ervoor dat in tegenstelling tot andere retinol of vitamine A houdende producten er minder irritatie is aan de huid. Retinol wordt in de huid omgezet in vitamine A-zuur. En vitamine A-zuur, zeg ik ook wel, staat voor vitamine alles. Het pakt allerlei huidproblemen aan, zoals rimpels, verslapping, pigmentatie en overmatige talgproductie. Retinol zorgt er daarbij ook voor dat het de huid met 4% dikker laat worden, waardoor je ook zult zien dat de roodheid, dus ook bijvoorbeeld bij couperose, minder zichtbaar zal worden. Het is wel belangrijk om dit product op te gaan bouwen in het begin. Het is een serum wat je 's avonds aanbrengt op een gereinigde huid met daarop volgend een moisturizer. De tweede week ga je de frequentie verhogen naar 3 avonden in de week. En dit verhoog je elke week met 1 avond totdat je uiteindelijk op elke avond zit. Het kan zijn dat je alsnog in het begin wat irritatie aan de huid ondervindt en je moet hierbij denken aan roodheid, droogte of schilfering van de huid. Dit is een reactie van de huid op het feit dat het retinol toegediend krijgt. Deze symptomen verdwijnen meestal binnen 3 tot 4 weken. Belangrijk is wel om overdag een zonbescherming te gaan gebruiken, omdat retinol je huid wel gevoelig maakt voor UVA en UVB-straling.